En ja, natuurlijk Fischie weer en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Road to Golden MX Garant. We gaan spelen op de map Evac en ik heb er 9 headshots in twee afleveringen. Dus het gaat dan niet echt heel erg snel, maar we komen er wel. Je moet gewoon een beetje, ja, je moet gewoon mazzel hebben dat je, ja, dat je goede tenminste slechte tegenstanders tegenkrijgt. Waarbij ik lekker headshots kan gaan maken. En ik moet natuurlijk nog even een beetje wel de feeling krijgen van het wapen. Maar ja, we gaan gewoon kijken of ik nu een paar lekkere headshots kan maken. Ik heb natuurlijk een andere lobby gezocht voor de vorige aflevering. Daar zagen jullie natuurlijk dat ik gewoon volledig werd gespamd op mij. Ja, dat er gewoon de hele tijd op me geschoten werd. Dus dat is gewoon ja, niet zo heel erg leuk natuurlijk als je aan het opnemen bent. Ik vind het ook trouwens heel erg zwak als mensen dat gaan doen. En ik ga even kijken of hier iemand zit. Daar komt niemand aan. Godkaleren! Combat knife! Zo, dat ook mee. What the fuck is dat dan weer? Wauw, ineens 3 man. Ik denk dat ik kan rustig mikken op die rotkop van hem. Oh, waar kom jij vandaan? Zo. Oké. Hier naar binnen. Zo. Koppie mikken. Even hier blijven staan. Ah! Hoort hij mij nou echt daar? Dat kan toch niet anders, hè? Nou, dat kan echt niet dat hij mij daar hoort. Ik speel met Dead Silence zelfs. Oké. Doei. Kut. Headshot. Dat zijn zulke deads, dat wil je niet weten. Kut, slecht. En naast mij. Ook nog een keertje eentje. Oh. Hoe kan dat trouwens? Hoe kan iemand dat 0-10 bij ons? Even serieus. Hier boven hier verstaan. Maar zag ik daar iemand? En achter me! 0-10. Kan toch eigenlijk bijna niet? Godverdomme! Hostile hellstorm overhead. Nul om 10 iemand bij ons. Hostile counter UAV above. Radar is down. Oké, lekker gecounterd. Hou ik ook van. Godverdomme. Hier naar binnen gaan, voor je moet lopen. Oh. Nou. Smoked him. Is dat daar iemand?
Tango down. Kutzooi! Ik wil je luisteren. Oh, what the fuck zeg. Jesus Christ. Oké. Okay. 4 kogels hier nog. Red down. Kom op. Oh, dat was slecht, Chris. Wauw. Hoeveel mensen waren er wel niet? Oh my god. Gaat alles weer verliezen. Kom op dan. Hoe kun je nou zo'n headshot geven? Wat een geluk. Heb je dan. Dat sucked. You fobbits better step the fuck up. Nou, oké. Okay. GamersNL staat ook nog stil ook nog bij ons, denk ik. Nou, oké. Okay. Jongens, nou, we gaan in ieder geval over naar het volgende potje. Nou, we gaan spelen op Stronghold. Ik moest even een andere lobby zoeken, aangezien het Infection werd. En daarna werd het Hayfolk. Dat wilde ik niet per se gaan doen. Je ziet het, het wapen is ondertussen... level 8, dus dat is heel erg fijn. En ik heb nog geen stok, inderdaad, geen lasersight. Ik heb in ieder geval high caliber dus erop staan, dat is wel fijn. Ga kijken of ik nu een goed potje kan neerzetten. Het was net een hele kleine min, kan gebeuren natuurlijk. En dat ik een keertje gewoon echt 10 headshots maak of zo in een potje. Dat zou echt super vet zijn natuurlijk, 10 headshots maken. Maar ja. Nogmaals, je bent wel een beetje afhankelijk van en je moet gewoon beter worden met wapen. En wat ik wel echt kut vind, is dat je niet kan reloaden. Dat is echt kut. Je moet die 8 kogels gebruiken voordat je pas kan gaan reloaden. Dat is echt kut. Wie dat nou verzint? Oké, dan in godsnaam Bloodthirsties gaan halen. Team Deathmatch. Pure AIDS is dat. Maar ja. I'll call them, you brought them. Dat zien we dan wel weer, ja toch? Roll them. I'm gonna blow them all to hell. Yeah, you blow them all to hell, man! You blow them all to hell! Oké. Okay. Dat is een beetje overdreven. Weapons ready. Even leaky. Zo, jij bent gekruipen, nu al kruipen. Ik ben nog lager in, dus. Even kijken hier, even kijken daar. En dit is wel pure aids als je een pistol boy tegen je krijgt. Want ik haat pistols. Oeh, was nog een headshot ook nog? Auw! Scuff in the house, bitches. Oh my god, dat was super slecht. Zo, dan gaat hij hard. Enemy down. Oei oei. Goed luisteren. Firebreak snuffed. Kut, er moet toch een kill zijn? Oh, er zat nog eentje daar in de hoek te campen. Wauw, meen je dat nou echt? Hostile care package overhead. Meen je dat nou echt, jongens? Ga wel lopen, hè. Durf te lopen, hoor. Het is niet echt... En je gaat echt niet dood. Geloof me. Je gaat niet echt dood. Oké.
Niet dood. Oh my god, ik had het moeten weten. Jezus. Wat een gecamp. Headshot. Kutzooi, er zitten te weinig kogels in. Oh, we moeten echt extended max hebben zelfs. Hier niet. Headshot! Hostile dart inbound. Boom. Smoke, check. Drained. Okay, waar zitten ze? UAV MTL 50% check. Zit ze nou? UAV, power levels 5%, RTP. Shit. Hi. Kom op. Boe, boe, boe. Hier maar eens naar binnen gaan. Oh, kut. Dat slim te zijn. Ah, kut. Kut. Heel mijn hellstorm. Hoppa, 2 kills erbij. Zo werkt dat. Volgens mij mijn eerste bloodthirsty met dit wapen. Maar ja, dat kan ook niet mee. Smoked him. Oh my god. Oh! Okay. Oh nee! Ja, ik voel mezelf al. Ik heb er zitten weer warmtjes bij. Ja, dit is bullshit, hè. Dat ding is fucking overpowered. Kom op nou. Nog één! Hoe lang is hij dan niet? Gelukkig word je helemaal niet agressief van Call of Duty. Ik word helemaal niet agressief van. Helemaal niet. Helemaal niet. Valt mee. Ah, ja, maar agressief worden ervan. Nou, we begonnen dus... volgens mij 9 met deze aflevering. En we hebben er nu 18. Nice. Oké, okay, nou. Vergeet die blauw duimpje omhoog te geven. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.